Hallo mensen van Gameboko Superticker. Ik heb Minecraft, maar jullie misschien niet of mogen het niet zo lang doen. Ik kan er helaas geen laptop video's opnemen, maar dat is een andere mededeling. Want vandaag laat ik jullie zien een paar redenen waarom Minecraft leerzaam zijn. En als je deze video aan je ouders laat zien, mag je misschien langer Minecraft of het überhaupt krijgen. Dus als jullie meer tops willen, doe dan een duimpje omhoog en subscribe. Dus ik kan ook niet knippen en plakken, helaas nog niet. Sorry dat ik geen beelden laat zien. Je ziet alleen mijn hoofd en die witte achtergrond. Sorry. Maar de eerste reden is 1. Oké. De eerste reden is. De eerste reden is Minecraft. Je kan in bijna elke taal van de wereld, misschien wel elke. Dus je kunt er Engels, Spaans, dus als je weet wat het is in je eigen taal, dan kun je gewoon echt elke taal leren. Dus Minecraft is gewoon een super groot woordenboek in alle talen. Dus dat is al heel goed. 2. Je kunt leren te overleven. En misschien kun je wel Minecraft skills oppakken in het echte leven. Dus, ja. Je kunt dan bijvoorbeeld met Minecraft een survival camp bouwen. Gewoon zo'n ene als je in een bos moet kamperen. Misschien. Blech. En reden 3 is. Als je nou weet hoe je mods moet installeren of zo, dan ben je heel goed in programmeren. Dus. Nou, misschien niet heel goed, maar wel goed. Dus dan zullen je ouders. Dus dan zullen er ook weer goede dingen voor je vrijkomen. En een paar maanden geleden of zo is er een nieuwe Minecraft game gelanceerd. Minecraft Education Edition. En die is speciaal gemaakt voor scholen. Om leerlingen te leren. Dus dit is weer een reden waarom je Minecraft op school zou mogen. Dus vraag het aan je juf of meester. Dit waren de top 4 redenen waarom Minecraft leerzaam is. Doei!